bent allen hartelijk welkom in deze ruimte, zo gevuld met hem en uw aanwezigheid. Dat zal hem ongetwijfeld misschien wel verbazen, maar als we zijn leven overzien, is het wel te begrijpen. En is niet alleen zijn eerste, maar ook zijn tweede naam eigenlijk heel betekenisvol. Marinus komt van het Latijnse woord maris. Dat betekent eigenlijk zee. We kennen allemaal prachtige uitdrukkingen. En ze worden volle werkelijkheid als je daar een geliefde in mag zien. Een mens van zee, van vreugde, een zee van de zin van geen maat op beperking kennende, er altijd willen zijn voor de ander, paraat, als geliefde man, als een oprechte, fijne vader en ook hele lieve opa en vriend voor velen in Houten en daarbuiten. Bijna 71 jaar mocht hij slechts worden en heeft zo'n 280 jaargetijden meegemaakt. En om dat positieve van hem, dat optimisme, dat altijd weer de goede kant en de blije kant van het leven zien, en altijd weer de kracht vinden om het weer op te nemen en op te pakken, die levensmoed en die levenskracht, die hoop en dat uitzicht steeds weer zien in het leven, denk dat het een hele goede en blijde boodschap is die hij ons als een geestelijk testament achterlaat. En die gedachte van hoop en van toekomst wordt ook verwoord in een gedicht uit een brug naar jou. Hij was ook als iemand die een contact kon leggen met anderen. De deur altijd weer openmaken. En zo de verbindingen weer tot stand brengen. En daar ook van leven en van genieten. In die zin wil ik niet alleen aan hem, maar ook zo aan u allen opdragen. Wanneer het na een zomerdag schemeren gaat en de zon de dag verlaat, is de avond zwoel en de nacht wordt heerlijk koel. Wanneer het na een najaarsdag donkeren gaat en weer een blad een tak verlaat, is de avond guur en de nacht van lange duur. Wanneer het na een winterdag duisteren gaat, weet je wat te wachten staat. De avond blijkt een overgang en de nacht valt veel te lang. Wanneer het na een lentedag schemeren gaat, de bloesem al van zomer praat, is de avond mooi en de nacht een zachte tooi. Wanneer het na een stervensdag donkeren gaat en de herinnering jouw hart verlaat, is de avond laag, gemeen en de nacht voor jou alleen. Maar morgen is er weer een dag dat je ademen en leven mag. Uitkijken naar morgen is geloven. Het doet je verloven met het geluk en het leven dat je zag. Als teken van die hoop willen wij nogmaals een keer besprenkelen met het water, bron van leven. Ons gezamenlijk herkennisteken bij uitstek als christenmensen is het kruisteken.
dat mogen we hem worden tot teken van opstanding. En mogen ook wij, ieder in zijn eigen waarde, en ieder van u ook in zijn eigen geloofsopvatting, ons toch rondom hem verbonden weten, in het ene en hetzelfde verlangen, dat we goede en blije mensen willen zijn in het leven dat ons wacht. Teken zijn lichaam met het teken van het kruis. We mogen geloven tegen alles in, ook al begrijpen we het niet, dat het leven het wint van de dood en het licht wint van de donker. Amen. Ten slotte willen we bidden tot hem die ons aller vader wil zijn en wiens vaderbeeld ook u alle in hem hebt mogen ervaren, dat ieder van u dat beeld dat u van hem hebt mogen ervaren in het leven bij u mag dragen en dat u dat aan elkaar weet door te vertellen, zodat we in zijn geest het leven weer aankunnen, vooral zijn geliefden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. We willen ook bidden tot haar die de moeder is van ons allen en ook de naamgenote van zijn lieve vrouw Mia. Maria en Johannes, ze waren degenen die hebben gestaan onder het kruis van de mensenzoon. Zo willen ook wij dat in haar geest nu hier doen en haar voorbeden inroepen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Moge de Heer God u allen zegenen. Zoals Hij een zegen was voor u in het leven, zo wens ik u toe dat u ook voor elkaar in de nabije toekomst ook diezelfde zegen weet door te geven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vervolgens willen we graag het woord geven aan mevrouw Wilma Miché. Witte bloemen voor pa. Bloemen met een lint voor een laatste woord. Meters lint zouden nog te kort zijn. En als je dan de woorden zoekt, dan kan je ze niet vinden. Ook dat hadden we pa nog moeten vragen. Hij was goed in woordzoekers. We zoeken een woord. We zoeken een woord voor alle warmte. Zorgzaamheid, aandacht en vooral de liefde die hij gaf. We zoeken een woord voor alle verdriet, de pijn en vooral de verschrikkelijke leegte. Zo'n woord is er gewoonweg niet. Met een hele speciale zieletter schrijven we pa's naam in ons hart. Ten slotte willen we graag overgaan om de laatste muziek ten gehore te brengen. Daarbij wordt u verzocht van uw zitplaats op te staan.